Hallo allemaal. En welkom terug. Ik moet een beetje zachtjes doen. Want het is heel erg vroeg en iedereen slaapt nog. En met iedereen bedoel ik al mijn huisdieren. Het is maandag 27 april 2020. En dat betekent dat het vandaag Koningsdag is. Ik vraag trouwens af of hij echt op die dag jarig is. Maar goed, van harte gefeliciteerd. Maar veel belangrijker dan Koningsdag. Vandaag is dag 43 van de zombie-apocalypse. En dat betekent dat wij nu 7 weken zelfisolatie en social distancing met vlag en wimpel hebben doorlopen. Met vlag en wimpel. Onvoorstelbaar. Ik ben heel tevreden met hoe dat allemaal aan het verlopen is. En ik ben apentrots op dat kind van mij. We hebben een heerlijke tijd. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Fidioot. En ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema, de allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld, of all time. Ik kwam dit gisteren tegen me kijken. Fantastische foto. Dit is het parool, allemaal mensen die een lintje krijgen van de koningin en dat wordt uitgedeeld door de burgemeester en dat gebeurt normaal persoonlijk. Maar dat moet ze nu dus doen per telefoon. Vreselijk leuke foto. Ja. Burgemeester Femke Halsema belt degene die een lintje krijgen. Zou dit haar kantoor zijn op de Stolpra? Of zou dit bij haar thuis, dus echt in dat burgemeestersappartement zijn? Ik wil weten welke boeken zij heeft. Als we hem eens zo groot maken, kijken of we dat kunnen vergroten. Kan ik dat? Nee, dat kan ik niet vergroten. Jammer. Oh, hier. Ik kan het nog meer vergroten. Ja. Kunnen we zo zien wat er... Ik wil weten wat hier zit. Dat. Oké, wat staat er? De Wallen. Een boek over de Wallen. Het is heel onscherp. Kijk hier, de krant dat ze burgemeester wordt. Fotootje van haar kind. Wat staat er op die plank daaronder? Laten we eens kijken wat er op die plank daaronder staat. Zouden dit echt haar boeken zijn? Dit moeten we scherper met meer pixels. Dan kunnen we zien wat ze leest. We kunnen wel zien wat ze aan het eten is. Dat vind ik al leuk, want ik zie die vrouw nooit eten. Weet je, ik heb daar een keertje mijn beklag over gedaan. Moet je kijken. Barack Obama food. Let op. Let op. Als je, hier moet je kijken, Barack Obama, food. Tada! Ja? Honderden en honderden foto's van Barack Obama bij allemaal. Dat ziet er lekker uit. Dat ziet er lekker uit. Dat ziet er lekker uit. Barack Obama die krijgt allemaal lekkere dingen van iedereen. Zie dat? Ik zie die vent voortdurend vreten. Hier, taarten. Ja, dat ziet er lekker uit. Als je zoekt op Barack Obama food, dan zie je hem voortdurend lekkere dingen eten en doen. Maar mevrouw Halsema, burgemeester Halsema, er vallen bijna geen foto's te vinden dat die mevrouw aan het eten is. En je weet wat je dan krijgt, weet je, omdat ze er zo goed uitziet, krijg je van dat soort conspiracy gekken. En die gaan zeggen van, ja, ze is een vampier, ze eet nooit, ze is vampier, zo blijft ze zo jong. Maar wat zal dit zijn? Hier een telefoon en nog een telefoon. Kijk, een rode hotline. Wat zal dit zijn? Wat zit hierin? Voor handige dingetjes. Ik vind het jammer dat we de kaften niet kunnen lezen. Maar goed, we zien een glas Suderans. We zien een grote karaf met water. Daar ben ik niet zo'n voorstander van. Ik heb liever gewoon die fles San Pellegrino gewoon op tafel. Of ik schenk er slechts 1 glas in. Wat zal er in dit kommetje zitten? Wat denken we hier? Cornflakes? Iets cornflakes-achtigs?
wat op dat bordje lag, kun je het zien? Beschuitje met kaas, ga ik gokken. Dit is een soort latte iets. Dit is su, hartstikke goed. Ik zie een uitgebalanceerd en gezond. Ik denk dat dit een ontbijtje is. Wat zal hierin gezeten hebben? Kopje thee. Kopje thee. Dat is onze Femke. Doodgewoon, net zoals wij. Leuk. Anyway, ik kan er uren mee bezig zijn. Ik ga het niet doen. We duiken erin. Dag 43 van de zombie apocalypse. Nog 4-5 weken te gaan. Dit zijn de cijfers van gisteren. We zitten nu aan 37.000 mensen positief getest. Het aantal nieuwe infecties, jawel lieve mensen, het is aan het teruglopen. Het aantal ziekenhuisopnames, lieve mensen, dat is aan het teruglopen. Het aantal personen wat overlijdt, is aan het teruglopen. Dit is allemaal, het is afschuwelijk. De aantallen zijn afschuwelijk. Ik vind het vreselijk voor alle mensen die dit aan het overkomen is. Maar het is gek genoeg positief nieuws, want het is aan het teruglopen. Er zijn nu bijna 4500 Nederlanders jammerlijk overleden aan deze afschuwelijke ziekte. Maar dit is een vertekend beeld. Let op. Vorige week zo'n 1200 meer overledenen dan gemiddeld. De oversterfte neemt af. In de week van 13 tot en met 19 april zijn ongeveer 1200 meer mensen overleden dan gemiddeld in de eerste 10 weken van dit jaar is gemeten. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de zogenoemde oversterfte door het coronavirus in Nederland iets is afgenomen. In de afgelopen weken kwam het cijfer telkens tussen de 1800 en 2000. Wat is er allemaal gaande? Let u op, mevrouw de burgemeester. Wat is er allemaal gaande? Nou, per week gaan er gewoon normaal gesproken een x aantal mensen dood. En een hele hoop van die mensen, die willen een waardig einde, dus die overlijden thuis. Het zij alleen, het zij met familie, het zij met vrienden. En waar die mensen uiteindelijk precies zijn overlijden, weet ouderdom. Ze hadden kanker, whatever, weet je wel. En er gaan dus wekelijks tussen de 1800 en 2000 mensen meer dood. En vorige week dus 1200 mensen meer dood. En dat zijn een soort verborgen coronadoden. Dat zijn mensen die niet overlijden terwijl er een vorm van verpleging of medische bijstand bij ze in de buurt is. Dus die mensen die worden niet getest. Dus dit getal, dit zijn mensen die zijn overleden aan de gevolgen van corona. Wat we echt hebben kunnen meten. Deze mensen hadden echt corona. Maar overlijden een hele hoop andere mensen. Die hebben ook corona. Maar die worden niet getest. Dus dit getal is een... Ik wil niet pessimistisch klinken. Maar ik denk dat je het maar twee kunt doen. Als er voortdurend 1800 à 2000 per week meer overlijden dan gemiddeld. Het zijn verborgen coronadoden. Het is heel jammer dat we die mensen niet testen. Want ik vind het heel belangrijk dat we de echte schade en het echte verlies zo accuraat mogelijk in beeld brengen. En dan kwam ik deze tegen. Huisartsen, dit is het parool. 764 coronapatiënten buiten het ziekenhuis overlijden. Dus hier zie je het ook, weet je. 764 mensen die zijn overleden aan COVID, maar die zijn niet getest. En die kan je hier dan mee optellen. Ja, dan zitten we aan 5500, lieve mensen. Het wordt er niet beter op. Dan zijn dit de wereldwijde cijfers. We hebben gisteren heel veel poeha gemaakt over het feit dat we nu meer dan 200.000 sterfgevallen wereldwijd hebben. Dat zijn er dus veel en veel en veel en veel meer. Dit zijn de mensen die overlijden waar we ze getest hebben. En ze testen positief voor corona. Er zijn een heleboel andere mensen die overlijden aan corona. Die worden niet getest. Maar goed, gisteren heel veel poeha. 200.000 doden. We zijn een dag verder. En er komen er echt per dag 6.000 bij. En per dag komen er ongeveer 100.000 besmettingen bij. In Amerika, ik had dit voorspeld.
gaan ze naar 1 miljoen besmettingen. En ja, lieve mensen, dat staat er echt. Er zijn op dit moment 54.000 mensen in Amerika overleden aan COVID-19. De Amerikanen hebben ooit een afschuwelijke, gruwelijke oorlog gevochten. Tegen Laos, Vietnam en Cambodja. En daarbij hebben ze die landen basically veranderd in een soort maanlandschap. En daar zijn zo'n 4,5 miljoen Cambodjanen, Vietnamezen en Laotianen doodgegaan als gevolg van die oorlog. Echt 4,5 miljoen, dat is echt krankzinnig. Maar goed, Amerikanen zijn heel erg self-centered. Dus zij zien die Vietnamoorlog als hun tragedie. Ja, oh, die Vietnamoorlog, dat is het meest vreselijke wat de Amerikanen ooit hebben meegemaakt. Ze hebben die oorlog ook verloren in hun optiek. Het waren van die drie landen geen ruk over is. Tot op de dag van vandaag. Maar goed, tijdens de Vietnamoorlog zijn er zo'n 48.000, 58.000 Amerikaanse soldaten overleden. Hey, dus vermoord door de Vietnamezen. Zo zien zij dat, die Amerikanen. En dat is echt een nationaal trauma. Ze hebben ook een gigantisch gedenkteken. Een hele muur met al die namen erop. Dat Vietnam monument. Ik vind het een heel mooi monument. Maar moet even kijken waar we hierheen gaan. Ze gaan hun Vietnamoorlog even naar. En ze gaan richting 1 miljoen besmettingen. Dat arme land. Ik vind het afschuwelijk. Oké, dan kwam ik dit tegen. Dit is de WHO. De WHO heeft nog geen bewijs voor immuniteit tegen coronavirus. Met andere woorden, als jij besmet raakt met corona en een hele hoop mensen raken besmet, die merken helemaal niks. Die gaan niet eens niezen, die gaan niet eens hoesten. Nee, niks. En dan zijn er mensen die raken besmet, jij krijgt een beetje griepje. Dan zijn er mensen die krijgen zware griep. En dan zijn er mensen waar het echt helemaal mis bij gaat. En de theorie was van onze RIVM, als jij corona hebt gehad, dan ben je immuun. En zo bouwen wij groepsimmuniteit op. Heel dom idee, want dan moeten 60% van de Nederlandse bevolking corona krijgen. En ik wil het niet. En ik wil het niet. Maar goed, er is dus helemaal geen bewijs dat je nadat je corona hebt gehad immuun bent. Je hebt antistoffen. Maar hoe lang je die antistoffen hebt en of die antistoffen de volgende keer werken dat je besmet wordt, weten we niet. Je kunt corona dus misschien 2 keer krijgen. Als dat zo is, mevrouw de burgemeester, nou hebben we echt grote problemen. Leuke trui. Ik ga toch wat kritiek uiten. Ik vind, werken terwijl je je ontbijtje doet, je kan beter even dat werk aan de kant leggen. En eerst op je gemak ontbijten. Daar hebben ze allemaal onderzoek naar gedaan. Dat betekent maagzuur, stress. En ik zie dat u stralend aan het lachen bent. U vindt uw werk leuk. Dat ziet iedereen. Maar ik zou het toch prettiger vinden als de burgemeester op haar gemak even kan eten. En niet de hele tijd aan is. Gooi dat maar een keertje in de groep. Overleg met uw huisarts. En dan kwam ik dit tegen. Amsterdam wil de binnenstad teruggeven aan de Amsterdammers. Dit is de Dam. Zo ziet hij er normaal niet uit. Normaal is hij helemaal bomvol met toeristen. En ik heb het daarover gehad in een andere video. Mevrouw de burgemeester, die stad, die is leeg. Het is zo waanzinnig rustig. Zo waanzinnig stil. Auto's, en wat er is aan verkeer, dat rijdt allemaal langzaam. Mensen lopen fluitend over straat. Zwaaien naar elkaar, zeggen gedag. Ik ben beland in een soort hippie oase, waar iedereen lief tegen elkaar doet. Een soort groot dorp. Het is doodstil. En de reden waarom het zo doodstil is, is omdat al die fucking toeristen zijn opgerold. Wij Amsterdam verwerken zo'n 18 miljoen toeristen per jaar. En het grootste gedeelte van die toeristen komt nu. Die komen voor Koningsdag. Die komen voor de meivakantie. Die komen voor het goede weer. En die komen om helemaal naar de kloten te gaan. En zo tussen mei en eind zomervakantie. Dus tussen mei en, laten we zeggen, begin september.
verwerkte de stad Amsterdam echt zoiets als 7 miljoen of 7,5 miljoen toeristen. En die zijn er allemaal niet. En 7,5 miljoen mensen die geen rotzooi aan het gebruiken zijn, andere domme dingen aan het doen zijn, niet in de tram zitten, geen elektra gebruiken, geen vuilnis dumpen, geen overlast veroorzaken. Het is heerlijk, het is doodstil. Dus dit soort gekke dingen, dat kan nu. Komt-ie aan. Dit is Michiel Kouzi voor het Parool. Terwijl de strijd tegen het coronavirus nog volop woedt, woed is leuk gevonden, voeren stadsdeelcentrum, de stadsmarketing, horeca en instellingen achter de schermen gesprekken over een nieuwe start voor de Amsterdamse binnenstad na de crisis. En daar staat het. De overlast van toeristen willen we niet meer terug, zegt Geert de Udo, directeur van Amsterdam & Partners, de organisatie die de stadsmarketing verzorgt. De gesprekken gaan over de kansen die de coronacrisis biedt om de binnenstad terug te geven aan Amsterdammers en te werken aan duurzaam toerisme. We moeten dit momentum pakken. Ik hoop echt dat het platte consumentisme uit het toerisme is verdwenen als dit achter de rug is. Nou, ik help het je hopen, Udo. Mevrouw de burgemeester, ik hoop het ook. Leuke trui. Leuke trui. Ik hoop het ook, maar ik denk niet dat dat gebeurt. Namelijk, een groot bedrijf als een McDonald's, die overleven die crisis wel. Dus, de McDonald's in de binnenstad, die overleeft het wel. Maar het kleine leuke restaurantje in de binnenstad, ja, die hebben niet het geld van McDonald's, dus die gaan failliet. Dus ik denk juist dat je alleen maar het platte toerisme overhoudt. Alleen maar franchises. Ik begreep van mijn dochter bijvoorbeeld dat de Starbucks, mevrouw de burgemeester, de Starbucks bij Damrak, die is gewoon open. Oké, dus dat was dit. We gaan de stad teruggeven aan de Amsterdammers. Wij gaan allemaal massaal de binnenstad in. Nou, ik niet. Opeens is zichtbaar hoe afhankelijk Amsterdam is van toerisme. Nee, Michiel. Dat zie je verkeerd. Het is niet opeens zichtbaar hoe afhankelijk Amsterdam is van toerisme. Het is opeens zichtbaar hoe afschuwelijk de overlast is van dat toerisme. Het is opeens zichtbaar hoe vreselijk veel leuker deze stad is. Hoe vreselijk veel meer begaanbaar. Hoe relaxter. Als al die toeristen verdwijnen, de luchtvervuiling in Amsterdam is zwaar verminderd. Het lawaai in Amsterdam is zwaar verminderd. De misdaad in Amsterdam is gehalveerd. Ongelukken, overlast op fietspaden, overlast van jeugd, vrouwen die worden lastiggevallen, vechtpartijtjes, ambulances die moeten uitrukken, brandweer, noem het de fuck allemaal maar op, reinigingsdienst. Alles en iedereen kan heel duidelijk zien wat er gebeurt als 7,5 miljoen van dat soort wilde, dronken imbecielen hier niet naartoe komen. Amsterdam is veranderd in een hippie-oase de afgelopen paar weken. Het spijt me, de omstandigheden zijn shit. Dit is shit. Maar Amsterdam is fantastisch relaxed geworden. Iedereen doet aardig tegen elkaar. Je kan overal lopen. Mensen houden afstand. Ik vind het sowieso lekker trouwens als mensen afstand houden. Dan respecteren ze mijn personal space. Ik vind dat heel belangrijk. Dus ja, ik wil die toeristen niet terug. We zijn afhankelijk van ze, prima. Dan delen we die stad anders in. Laat ze ergens anders naartoe gaan. Dit vond ik zo deprimerend. Ik ben gestopt met dit te lezen. Maar goed, we hebben toch maar ons testament vastgelegd. Zo van, ik werk op de intensive care. Ik werk met coronapatiënten. En ja, ik krijg geen mondkapjes of beschermende kleding. Dus tja, er zit een kans in dat ik hartstikke ziek word. En als ik ziek word, ja, dan ga ik misschien wel hartstikke dood aan COVID-19. Dus we hebben ons testament vastgelegd. Kun je je voorstellen dat je werk is, mevrouw de burgemeester? Zo van, haai, die kant op, die kamer in. Maar zit er wel een klein kansje in dat je doodgaat? Hoe groot is die kans? Ah, weet ik niet. Kunnen we niet echt uitrekenen. Hey, succes. Oh, wil je misschien iets van een testament vastleggen? Ja, doe maar.
Arme mensen. Oké, dan dit was ook om te huilen, was dit. Amsterdamse gezinnen in nood ontvangen elke 2 weken een voedselpakket met groenten en fruit van boeren uit Flevoland. Het eten moet ze door de coronacrisis zijn helpen. Gezinnen, bij mensen met kinderen die niet te eten hebben omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt, andere problemen. Het is om te huilen. En daar kwam ik deze tijd en deze vond ik ook goed. Meerdere basisscholen gaan toch met halve schooldagen werken. Ik geloofde dat verhaal al niet, dat al die scholen open zouden gaan na de meivakantie. En een hele hoop ouders hebben er gewoon helemaal geen zin in. Die willen gewoon hun kinderen niet naar school doen. En een hele hoop personeel op die basisscholen hebben er ook geen zin in, want die denken: ik word ziek. En ik eindig op de EHBO. Dus dit hele feest is nu al niet echt helemaal lekker aan het werken. Want wat ze wilden gaan doen is kinderen in ploegendiensten naar school. Op maandag iedereen met een achternaam die begint met de G of zo. Weet je wel. En op dinsdag iedereen met een achternaam die begint met, weet ik veel. En die kinderen dan allemaal 1 dag lesgeven of zo, verspreid over 5 dagen. Toen was het school helemaal open, maar met 1,5 meter afstand. Dus dat weet ik niet. Maar nu gaan we dus naar halve dagen. Dus daar hebben we heel veel aan. Ik denk dat die ouders die thuis zitten met kinderen die naar de basisschool moeten, hier gewoon een beetje heldere communicatie over wat we aan het doen zijn met die scholen. Die ouders worden daar dolgelukkig van. Dit soort dingen werkt. Kan ik dit tegen? Dit complete waanzin. Ramadan is begonnen. Gaan mensen s'avonds laat lekker uitgebreid eten. En iedere maaltijd is dan echt een feest natuurlijk, want je hebt de hele dag niks gegeten. En zijn ze bang dat jongeren gaan samenscholen en flauwe grappen gaan maken en irritant gaan doen. Want dat doen jongeren en dat mag niet, want we zitten in een 1,5 meter samenleving waar je zoveel mogelijk binnen moet blijven. Zelfisolatie, social distancing. Dus de moskee die gaat een soort religieuze politie de straat op sturen. Zo'n mutawin, die zien er zo uit. Die hebben dit soort hesjes aan. En dat zijn veelal mensen die werken bij de brandweer of bij de ambulance of bij de politie. Vrijwilligers. En die gaan dan de straat op en die gaan dan tegen jongeren zeggen van, jij moet naar binnen. En als ik een jongere was, dan zou ik zeggen, ho, ik ben geen moslim. Waar heb je het over, man? Oh, sorry. Dat vind ik heel discriminerend van jou. Waarom denk je dat ik een moslim ben, man? Maar ja, yes, een soort religieuze politie die zegt van, ga naar binnen vanwege corona. Maar dus niet ga naar binnen vanwege de islam. Of ga naar binnen omdat het moet van God of zo. Dat zeggen ze niet. Nee, ze gaan naar binnen vanwege corona. Het is een unieke situatie. Ik kan me voorstellen dat een hele hoop moslims, met name jonge, moderne moslims, daar helemaal geen zin in hebben. Die vinden dit afschuwelijk. En die zullen heel vervelend, die zullen alleen maar meer vervelend gaan doen. Ja, dus dat was zeg maar mijn coronanieuws van gisteren. Waar ik mij mee bezig heb gehouden. Maar hier wilde ik het meest uitgebreid over hebben. Voor de mensen die het niet gevolgd hebben, de olieprijs gaat richting nul. Ja, dat hoort u allemaal goed. Alle trouwe kijkers en luisteraars van dit razend populaire YouTube-kanaal. De olieprijs gaat naar nul. En waarom is dat? Dat geen auto's op de weg rijden. Heel veel industrieën op half kracht draaien. En wij zijn er aan het achterkomen dat als we allemaal wat meer thuis zitten, allemaal wat minder jakkeren en jagen en allemaal wat meer telewerken, dan hebben we ineens heel veel minder olie nodig. Een simpel voorbeeld, mevrouw de burgemeester. Als wij hier in Nederland mondkapjes zouden maken, dan hoefden we dat niet te importeren uit China. Dat scheelt een hele hoop vliegtuigbenzine. Dat noem je kerosine. Maar dat wordt allemaal gemaakt van olie dus. En op dit moment zijn er zelfs gevallen bekend waar dus alle reservoirs, hè, olie wordt gekocht per de honderden duizenden vaten.
miljoenen per dag. En die schepen die varen non-stop. Het wordt uit de grond gehaald en in vaten gestopt. Hop, en die schepen varen vanuit het Midden-Oosten voornamelijk en Rusland. De hele wereld over. En dat wordt opgeslagen in reservoirs. En die reservoirs, die zijn vol. Dus er zijn nu zelfs gevallen bekend waar ze zeggen... Hier, je mag de olie gratis hebben. En we betalen jou $40 om het op te slaan. Dus je krijgt per olievat $40 toe voor opslag. Dat is onvoorstelbaar. Dat is nog nooit gebeurd. In de hele wereldgeschiedenis niet. En onze global economy die draait heel erg op olie en banking, et cetera. En die zijn nogal met elkaar vervlochten. Dus er komt dus een tweede crisis aan. Namelijk een soort gigantische oliecrisis. Nou, voor landen die olie moeten importeren, is dit fantastisch nieuws. Ik zou door blijven gaan met importeren en importeren en importeren. En een manier verzinnen om dat op te slaan. Want je betaalt er niks voor en je krijgt geld toe. Maar een land als China bijvoorbeeld, die hebben zelf geen olie. Die moeten dat allemaal importeren. Dus die kunnen waanzinnig veel olie importeren voor niks. Dat is fantastisch voor hun industrie. Als de boel straks weer open gaat. Waarom ben ik hier zo blij mee? Want dit is waardeloos voor de economie. Heel veel grote mensenproblemen voorkomen. Een miljoen mensen, nog meer miljoenen mensen hun baan kwijtraken. Bedrijven failliet en weet ik veel wat. Wij moeten naar weg van die fossiele brandstoffen. Ik weet zeker dat mevrouw de burgemeester daar net zo over denkt. Zij is ook helemaal ziek van die fossiele brandstoffen. Die fossiele brandstoffen die maken een einde aan onze planeet en alles wat erop leeft en groeit. De lucht, de oceanen, de bossen, we zijn alles aan het verkloten op deze planeet als een soort sprinkhanenplaag. En dat komt voornamelijk doordat we goedkope olie hebben, we hebben goedkope brandstoffen, die fossiele brandstoffen die slopen alles. We zien nu dat we met heel veel minder, waanzinnig veel minder fossiele brandstoffen rond kunnen komen. Net zoals we roepen, we gaan Amsterdam, het centrum, teruggeven aan de Amsterdammers. Is het misschien ook goed om onze oceanen en onze atmosfeer en onze lucht terug te geven, gewoon als gebaar, na 150 jaar intensieve, blinde vervuiling. Met fossiele brandstoffen. Dus ik zeg, laten we nu overgaan op renewables. Want we hebben duidelijk die olie niet nodig. En dat zal heel veel shocks to the system zijn. En heel slecht zijn voor onze economie een tijd lang. Maar ik kan heel goed zonder fossiele brandstoffen. En blijkbaar kunnen we dat allemaal. Dus we moeten onze levens inderdaad anders gaan indelen. Niet alleen met social distancing vanwege corona. Maar we moeten dat gaan doen vanwege dit. Vanwege het feit dat we dolgraag een planeet willen houden. En want er is geen andere planeet waar we heen kunnen. We moeten het echt op deze doen. En dit is absoluut fantastisch. Oil prices drop to fucking zero. En we kijken, bang! Gaat niet goed. Hier, bang! En nu proberen ze het op een nep manier deze prijs omhoog te houden. Door productie terug te brengen. En dat wordt gedaan door Donald Trump, meneer Poetin en die meneer in Saoedi-Arabië. Die willen heel graag die olieprijs een beetje omhoog krijgen. Maar ja, $20 per vat zal hij nu op staan. Het is $16. Dat is niks, dat is niks. Dit vind ik, het spijt me, heel positief nieuws. De omstandigheden zijn absoluut waardeloos. Ik vind het heel zielig. Voor alle mensen die zo geraakt worden door COVID. Mensen die hun banen kwijtraken, et cetera. Maar lieve mensen, je ziet wat er gebeurt als we allemaal stoppen met ons gedragen als een sprinkhanenplaag. Je ziet wat er gebeurt met deze stad als al die toeristen verdwijnen. Ja? De misdaad is gehalveerd in Amsterdam. De hoeveelheden vuilnis. Vraag het aan de reinigingsdienst. Vraag aan de reinigingsdienst hoe het is om niet de vuilnis van 7 miljoen toeristen op te moeten ruimen. Het is gewoon fantastisch wat er gaande is. Je moet kijken naar de positieve kanten. Dit is allemaal shit. Onze overheid heeft een bende van gemaakt.
De deur had veel eerder op slot gemoeten. Maar ondertussen is Amsterdam veranderd in een hippie oase. Het is hier zo waanzinnig relaxed. En mevrouw de burgemeester, ik las ergens dat dit de allerwarmste Koningsdag ooit wordt. Dus ik ga zo meteen heel vroeg naar de supermarkt. Dan ga ik lekkere broodjes en dingetjes halen. Ga ik een lunchpakket samenstellen. En zodra het echt goed warm wordt, dan ga ik stiekem de deur uit. Ik heb een stukje gras gevonden. Daar zit ik in de zon aan water. En daar komt helemaal niemand. Daar komt helemaal niemand. En omdat ik alleen ben, of met mijn kind, kunnen we ook geen boete krijgen. Kunnen we ook geen boete krijgen. En we nemen ons eigen lunch mee. En wat te drinken. Dus het kost ook nog eens helemaal niks. Weet je? Low carbon footprint. Dat is wat we hebben. Dat is wat wij hebben. En we doen het vanwege corona. Maar normaal gesproken is dat kind aan het gillen. Ik wil naar Starbucks. Ik wil een pizza. Ik wil dit. En als je tegen een kind zegt, zullen we gewoon boterhammetjes maken en op het gras gaan zitten? Waarom? Dan heb je geen internet. Hebben ze daar internet? Nee, daar hebben ze geen internet. Op het gras. Maar wel lekkere broodjes. En de zon. En de zon is gratis. Hoe vaak heb ik die discussie gevoerd? 100 keer? Nu staat het kind te trappelen om mee te gaan. Weet je? We leren hier allemaal een hele wijze les. Maar dit is de meest wijze les van allemaal. We moeten af van die fossiele brandstoffen. En we hebben nu onomstotelijk bewijs dat dat kan. Dat kunnen wij. Lieve mensen, ik ben zeer hoopvol. Dit is hem dan. De eerste Koningsdag in isolatie. Ik heb mijn eigen verjaardag ook in isolatie doorgebracht. Ik heb een prima dag gehad. Ik neem aan dat de meeste mensen het niet eens zo heel erg vinden dat Koningsdag niet doorgaat. Al die rommel, al die rotzooi in die stad. Op Koningsdag komen er 2 miljoen bezoekers naar Amsterdam. 2 miljoen. Er wonen hier maar 800.000 mensen. En van die 2 miljoen mensen gaat 90% uit hun bol. Ik vind het helemaal niet erg dat dat niet doorgaat. En al dat gore vreten en die pleurismuziek en het lawaai. En tot dagen daarna is alles vies en smerig. Die Koningsnacht, die is helemaal afschuwelijk. Dus ik vind het niet erg dat het doorgaat. Ik ga ergens een stukje gras pakken. Ik stel voor dat u allemaal hetzelfde doet. Ik vind het een leuke trui. Ik vind het een leuke trui. Lieve mensen, blijf gezond. Dag 43 van de zombie apocalypse. Wij gaan de 8e week in. Nog een week in 4-5 te gaan. Wij gaan dit makkelijk redden, mevrouw de burgemeester. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben op een bepaalde rare manier er met volle teugen van aan het genieten. Want deze stad is relaxter dan ooit. Kijk ook naar haar. Kijk hoe relaxed zij eruit ziet. Zij heeft het naar de zin. Ontbijtje, een beetje aan het werk. Ik voel me net zo. Ik loop ook rond met een grote glimlach. Lieve mensen, dat was hem weer. Blijf allemaal gezond. En blijf allemaal zoveel mogelijk binnen. Ik wens u allemaal heel veel sterkte. En op naar week 8. Op naar week 8. Zombie apocalypse. Week 8.